Ik ben Fik Meijer en ik heb een boek geschreven, Schoonheid voor het oprapen, Romeinse kunstjagers en hun navolgers. En dat boek, dat behelst de kunstroof uit Griekenland in de periode van de tweede, eerste eeuw voor Christus door de Romeinen. En daarna de liefde die de Romeinse elite opvatte voor de Griekse kunst en hun navolgers in de 19e eeuw. En ik begin het boek met opzet met een verslag van de kunstroof van Napoleon in 1796 in Italië. Zijn troepen haalden toen de Italiaanse musea leeg en hebben prachtige beelden naar Parijs gebracht. De Laocoon-groep, de Apollo Belvedere, Amor en Psyche, nog andere beelden. En die werden in 1798 in een grote processie door de Franse hoofdstad gevoerd. Maar in 1815 verloor Napoleon de slag bij Waterloo en alles moest weer terug naar de musea waar ze vandaan kwamen. En ik begin daarmee met opzet, omdat wat Napoleon deed was eigenlijk een soort navolging van het Romeinse imperialisme. De Romeinen waren de baas en de Romeinen veroverden in Griekenland en in Zuid-Italië de ene Griekse stad na de andere. En het begon eigenlijk allemaal in 2012, 2011, toen de Romeinen Syracuse, een belangrijke Griekse stad, veroverd hadden. En Marcellus keerde terug naar Rome met een enorme hoeveelheid buit en daaronder talloze beelden, reliefs en vazen uit de Griekse tijd. En vanaf dat moment waren de Romeinen verkocht. Want veldheren die in de decennia daarna grote triomftochten hielden, voerden altijd Griekse kunst mee. Liefst originelen uit de 5e en 4e eeuw voor Christus. Volgens de grote kunsthistoricus Winkelman de fraaiste kunst van alle tijden. Maar als dat niet anders kon, ook beelden uit latere tijd. En dat leidde ertoe dat er in Rome een soort passie voor die kunst ontstond. De elite ging zich met kunst bemoeien, legde particuliere verzamelingen aan. Er kwamen allemaal beelden en vazen in huizen te staan. En sommige mensen, gouverneurs met name, gingen zich te buiten aan een enorme roof. Dat kon natuurlijk niet, want die gebieden waren gepacificeerd. Ze misdroegen zich. Ze eisten gewoon kunst op. En het meest beruchte voorbeeld is meneer Verres, een gouverneur op Sicilië van 73 tot 71... die eigenlijk de geschiedenis ingegaan als een van de grootste kunstrovers. Die passie van de Romeinen voor de kunst leidde ertoe dat Rome geleidelijk werd omgevormd van een Romeinse in een Griekse stad. En dat heeft ertoe geleid dat Rome nu vandaag de dag nog talloze Griekse monumenten heeft. Dan blijft het een tijd stil. De christelijke tijd komt, weinig belangstelling voor de klassieke cultuur. In de renaissance krijg je een opleving dat men de teksten gaat lezen. Er komt belangstelling weer voor de oudheid. Maar in de 18e eeuw, dan begint echt de grote herleving van die klassieke beschaving. Dan worden Pompeii, Herculaneum worden opgegraven. In Griekenland worden opgravingen gedaan. En in het begin van de 19e eeuw is er met name in Engeland een soort tendens om naar Italië en Griekenland te gaan en daar kunst te verzamelen. Sommigen kopen, bij handelaren kopen Griekse kunst, maar anderen gaan heel anders te werk. En het meest bekende voorbeeld van iemand die wederrechtelijk te werk ging, dat is natuurlijk Lord Elgin. Lord Elgin was ambassadeur in Constantinopel, sloot met de pasja een contract dat hij zaken mocht tekenen en zaken die los zaten eventueel kon meenemen. Maar uiteindelijk is er een hele moeilijke discussie ontstaan of hij nou ook beelden mocht weghakken uit het Parthenon. Natuurlijk kan dat niet. Hij heeft dat gedaan en die zijn uiteindelijk terechtgekomen in het Brits Museum. Hij was de enige niet. Hij was de bekendste. Omdat de Parthenon natuurlijk spraakmakend is en toonaangevend is voor die Griekse beschaving. Er waren ook anderen die dat deden. De tempel van Aphaia in Aegina. De tempel van Bassae, van Apollo.
Het mausoleum van Halicarnassus. Het altaar van Zeus in Pergamon. Ze werden allemaal in de loop der tijd meegenomen naar hun thuislanden. En daar zijn ze vandaag de dag nog te zien. Ik beschrijf ze dan allemaal ook in het boek. En ik ga tenslotte erop in van wat moet daarmee gebeuren. En dat is natuurlijk het meest heikele probleem wat er is. Er zijn de echte haviken die vinden alle musea moeten worden leeggehaald. En dat moet terug naar de oorspronkelijke thuislanden. En er zijn mensen die zeggen alles moet blijven zoals het is. En er zijn mensen die een tussenpositie innemen tot wie ik me eigenlijk beken. Maar een antwoord op de vraag, wat moet er met al die kunst gebeuren die in de musea terechtgekomen is, dat zal zeer genuanceerd moeten komen te liggen, omdat voor beide standpunten wel enige argumenten zijn aan te voeren. En daar hoop ik dan op mijn lezing, tijdens mijn lezing, op het festival in de Philharmonie op 5 oktober uitgebreid op in te gaan.